Goedemorgen, zoals u kunt zien gaan we vandaag van start met het project Almelo aan zee. Of met Almelo in zee. We gaan allemaal vissen maken en die worden in een soort flow over het, op het havenblok bevestigd. En op die manier proberen we het havenblok een beetje op te leuken. En ik ga nu voordoen hoe we dat gaan doen. Anders kost het gewoon heel veel aan sponsen. Mm-hmm. Dus dat bruin en blauw. Dan krijg je ook een hele warme groenachtige blauwe van. Maar hou één kant donker en de rest licht. Mam, dat is een soort... Ja, er staat hier ook zo. Ze heeft een opdracht gekregen van de gemeente voor een heel speciaal project. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. Almelo is heel erg opgeknapt de laatste tijd. Ze hebben een prachtig plein gemaakt. Maar dat plein heeft ook nog een heel afzichtelijk lelijk blok. Het havenblok, waar de parkeergarage in zit. En leegstaande winkeltjes. En die gaan wij wat opleuken met vissen. En ik heb de vorm van de vis van ruiten gemaakt. Of ruiten als uitgangspunt genomen vanwege het logo van Almelo. We gaan met Almelo in zee als het ware. Zo heet het project. Dat past natuurlijk ontzettend goed bij de haven, bij het water. En ik begreep dat je ook iets met kleuren gaat doen, wat ook weer past bij de ijsvogels die er komen. Klopt. We nemen de blauwe, verschillende warme blauwe, koele blauwe, witte, zwarte en wat warme roodbruine en okerkleuren. Lichtgeel ook nog. We gaan proberen dat ze opgehangen worden in een soort flow. Zo'n schoolvissen die in een golf over het havenblok gaat. En dan loopt die flow door achter de ramen van de leegstaande winkeltjes. En daar gaan we proberen een aquariumachtig iets van te maken. Glas in lood effect. Ook weer met dezelfde kleuren. Ja, want ik zie hier ontzettend veel enthousiaste dames. En hier ligt nog heel veel hout. Dus er moet nog heel veel werk verzet worden. Nou, ik heb nog veel meer groepen. Ook met heren trouwens erbij. Maar die gaan ook heel hard aan het werk deze week. Dus ik hoop aan het eind van de week al heel wat visjes te hebben. Dat weet ik nog niet. Dat is wel handig. Omdat je maar niet kan proeven. Toch?